Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Maar het is interessant om te zien dat er dus inderdaad een vier, vijftal partijen zijn die in principe doorhebben dat als zij zich kunnen zo diep kunnen nestelen in de maatschappij, economie, dat zij het besturingssysteem voor de economie, voor de communicatie, voor de democratie worden, voor de maatschappij, dan is hun kostje natuurlijk gekocht. Maar het is voor mij uitgetekend dat het hele online betalen, dat wordt over een jaar of 10, 20, is dat een dienst van de grote platformpartijen. Niemand zegt van, is dat niet een beetje gek? Iedereen zegt alleen maar van, ja, is eigenlijk wel een handige innovatie. Is wel fijn dat ze dat doen. Maar daarmee zijn die partijen zijn dus overal met iedereen aan het concurreren. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Daniel Ropers, investeerder en adviseur en al op jonge leeftijd CEO van Bol.com. Kitty spreekt met Daniel over de rol van Big Tech in de economie en in het leven van iedereen. Wordt onze toekomst bepaald door de grote buitenlandse techreuzen? Ik spreek met Daniel Ropers, heel bekend als CEO van Bol.com van 2000 tot 2017. Daarna is hij een aantal jaren CEO geweest van Spring & Nature. En op dit moment is hij adviseur, commissaris en investeerder. Daniel, jij bent echt van de garde, van de oude garde, zeg maar, de oprichters van Bol.com dan nog niet. Maar wel de mannen die Bol groot hebben gemaakt. Samen met Huub Vermeulen en Michel Schaefer. En wat heeft jou bewogen om dat te gaan doen? Want je had een hele mooie carrière bij McKinsey. En toen ben je op vrij jonge leeftijd binnen Bol gegaan en hebt daar ook eindverantwoordelijkheid genomen. Ja, kijk, als je gelooft in carrières bij van die veellagige organisaties zoals McKinsey, dan is het een carrière die in de dop geknakt is. Want ik was inderdaad na mijn derde project was ik al weg en was ik aan de slag bij de cliënt, zoals dat zo mooi heet. Want Bertelsmann, daar heeft Bol.com de B van Bol aan te danken, Bertelsmann Online. Bertelsmann die had het idee om een businessplan te laten schrijven voor een internetwinkel die wereldwijd zou moeten opereren. En ik was gevraagd om dan het onbelangrijkste land daar het plan voor te schrijven. En kort daarna om algemeen directeur te worden. En toen was een van de eerste dingen die ik heb gedaan, is twee ontzettend oude mensen aannemen. Namelijk Michel en Huub, want die waren allebei heel veel jaren ouder dan ik. Weet ik veel, begin 30 en midden 30 of zo. Maar dat was wel die tijd, ja. Dat het allemaal één groot experiment was. Dat we ervan overtuigd waren dat e-commerce iets zou toevoegen. Dus online koop iets zou toevoegen voor consumenten in eerste instantie. Maar mogelijk ook voor leveranciers. Hè, voor mensen die een product op de markt brachten. Maar dat moest zich allemaal nog bewijzen. En wij wisten helemaal niet hoe we dat precies moesten doen. Het was allemaal één grote hypothese en eigenlijk één groot bedrijfskundig experiment. Ja, Michel heeft daar natuurlijk een mooi boek over geschreven, hè, hoe dat toen ging. Ja. Wat is nou belangrijkste kracht achter het succes geweest? Want dat het een succes is kun je nu wel zeggen, maar dat idee had je natuurlijk toen niet. Mm-hmm. Nou, ik denk, grote vraag. Ik denk een grote en brede vraag. Ik denk, als je het even uit elkaar knipt in welk deel van Bol.com is nou te danken aan de superieure strategie. Hè, dus zeg maar de goede visie over waar de markt naartoe ging en hoe wij dat dan moesten doen. En welk deel is te danken aan eigenlijk hoe we het hebben georganiseerd, hoe we het hebben aangepakt, hoe we met elkaar zijn omgegaan, hoe we het bedrijf hebben laten groeien, de organisatiekant. Dan is denk ik, ja, dan denk ik dat bijna iedereen denkt dat Bol.com een soort product-markt-strategie succes is. En ik denk eigenlijk dat Bol.com misschien wel voor 60-70% een succes is van zo met elkaar werken, het zo organiseren dat je heel efficiënt blijft en heel snel kan blijven leren. Ook al ben je niet meer met een klein groepje waar alle kennis sowieso vanzelfsprekend reist, maar met op een gegeven moment duizenden mensen. En ik denk dat ook de snelle groei van de afgelopen jaren onder Huub's leiding, absoluut ook bewijs daarvoor is dat met name een organisatiesucces is geworden. En natuurlijk, als je dan de verkeerde strategie hebt, verkeerde doelen stelt, dan wordt het ook niks. Maar ik denk die twee dingen op het hoogste niveau. Misschien daaronder. Ik denk dat enorm heeft geholpen dat we, wat ik eigenlijk net al zei, dat we wisten dat we het niet wisten. We wisten dat er een soort kans was dat we iets gaafs zouden gaan creëren wat toegevoegde waarde zou hebben, waar klanten blij mee zouden zijn, wat economisch ook uit kon, waardoor het bestaansrecht zou hebben. Maar we wisten absoluut niet hoe. En we wisten één ding zeker, dat we niet wisten. Ja, en dat heeft een soort ingenieursmentaliteit opgeleverd van half wetenschapper, half cowboy. Hè, en dat vind ik dan mooi samen. Dat zijn eigenlijk ingenieurs die zeggen, nou, ik heb wat informatie, ik heb wat ideeën van hoe het systeem werkt, maar ik ben pas echt blij als ik het hele systeem begrijp.
En om het te begrijpen moet ik op basis van ik denk dat we eens wat doen. En dan moet ik heel goed opletten wat ik dan leer. En dan moet ik meteen mijn mening weer bijstellen. En dan heb ik op een gegeven moment steeds beter systeembegrip. En ik denk dat dat ook echt iets is waar iedereen in de directie, en echt niet alleen maar Michel en Huub, en ik denk ook heel veel mensen bij bol.com tot de dag van vandaag, diep in geloven dat je op die manier erachter moet komen wat waar is en er dan weer mee moet handelen. Ja, nou je hebt natuurlijk, Bol heeft in de COVID-pandemie-tijd een enorme groei doorgemaakt, iets van 70%. Heb je wel eens gedacht, zat ik daar nog maar? Kon ik dit maar doen? Nou, dat is een gewetensvraag en het zou heel makkelijk zijn om te zeggen, dat was jammer dat ik dat heb gemist, maar ik moet je eerlijk zeggen dat toen ik ben niet weggegaan bij Bol.com omdat ik er geen zin meer in had. Ik ben echt weggegaan omdat ik werd benaderd voor een baan. Hè. CEO van Springer Nature, je noemde het net. Die mij een nog vervullender leek. In ieder geval wat dan met een mooi woord purpose heet. Hè, op die hoogste treden van de piramide van Maslow. Die zelfverwezenlijking. Iets doen, hè, terug naar mijn roots, de wetenschap. De wetenschap helpen. In een tijd dat eigenlijk de waarde van waarheidvinding zo onder druk staat. Hè, de wetenschappers worden weggezet als de elite door een toenemend aantal politici en kiezers. Ja, terwijl dat zijn mensen die hun hele leven in dienst stellen van erachter komen wat nou echt waar is. Nou, dat is fantastisch. En de kans om als CEO mee aan te pakken om de wetenschap te helpen. Hele romantische gedachten, die maakte dat ik toen weg ben gegaan. Maar ik moet zeggen, dat toen ik eenmaal weg was bij Springer Nature, omdat dat uiteindelijk toch niet de plek was waar ik nog jaren wilde blijven. Toen ik daar eenmaal weg was toen, en ik zag wat er allemaal gebeurde, juist door de corona, hoe ongelooflijk spannend het was, hoe ongelooflijk je elk moment op het puntje van je stoel met alleen bol.com, alleen al die uitdagingen, dat het... Het leek me gewoon ongelooflijk veel en ik was eigenlijk stiekem wel een beetje opgelucht. Lang verhaal af te ronden. Opgelucht dat ik toen niet die eindverantwoordelijkheid had. Want wat heeft dat team het zwaar gehad? Het is natuurlijk niks vergeleken bij mensen die het op een andere manier zwaar hebben. Omdat hun omzet wegvalt, dan ben je echt heel bang, denk ik. En dan heb je het echt heel moeilijk. En ik denk Huub dat ook heel goed heeft verwoord in de media als hij daarna gevraagd werd. Maar ik weet ook hoe moeilijk het is als je ongebreid wordt en veel te snel groeit. Hoe ongelooflijk moeilijk dat is als je klanten niet wil teleurstellen. Als je verantwoordelijkheid heel zwaar voelt. Als je nergens anders kunt kopen dan online, is het des te belangrijk dat alles goed gaat. En dat was echt wel een zware verantwoordelijkheid. En dan bol.com is een bedrijf wat bestaat bij de gratie van de collega's die bol.com zijn. En ik weet zeker dat een van de heel bijzondere dingen bij bol.com altijd is geweest dat iedereen altijd op kantoor was. Dus dat idee dat je je eigen werk ook prima van een andere plek kunt doen, dat klopt natuurlijk allemaal wel. Maar de vibe, de waarde, de kennisuitwisseling die plaatsvindt als je met z'n 1502 mensen op diezelfde plek in Utrecht elke dag bij elkaar zit en die informatie zo makkelijk uitwisselt, elke over waar je kijkt bevestiging krijgt dat er gave collega's zijn, ja, dan anderhalf jaar elkaar nauwelijks zien en daar leiding aan moeten geven. Ik ben eerlijk gezegd, ik denk dat er niemand beter dat had kunnen doen dan Huub. En hij heeft het gedaan. Nu gaan we het hebben over operating systems of life. Operating systems of life. En je noemde dat en die term is op zich niet nieuw. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, dat brengt toch een heel ander perspectief met zich mee op big tech. Dan hoe we meestal denken ook vanuit e-commerce. Wat bedoel je met operating systems of life? Ja, ik heb die term ook niet zelf verzonnen. Ik was ergens heel laat, was ik een keer te gast bij zo'n seminar van de Singularity University. Echt volgens mij pas begin vorig jaar of iets dergelijks. Maar ik maakte me al wel heel veel jaren zorgen over het feit dat juist in de digitale hoek, dus in de toepassingen, de diensten, de mogelijkheden die ontstaan door digitalisering voor de wereld, dat bepaalde bedrijven, die ooit waren begonnen gewoon met iets beter doen dan de rest, niet alleen maar een schaalvoordeel kregen en zogenaamde netwerkeffecten, dus dat er steeds meer mensen dat gingen gebruiken, waardoor het product of de dienst beter werd. Want ja, dat is ook al best bijzonder, maar dat die bedrijven steeds meer verschillende, eigenlijk historisch niet met elkaar samenhangende facetten van ons leven, letterlijk ons leven, de economie, maar ook communicatie, hoe we met elkaar omgaan, onze mening over de wereld,
ja, diensten ontwikkelde. En dat het eigenlijk steeds makkelijker werd om elke volgende dienst te ontwikkelen in weer een volgende industrie of een volgende bedrijfstak of in een volgend toepassingsgebied op basis van alles wat ze daarvoor al hadden bereikt. Maar is dat niet winner takes all? Dat is winner takes all. Daar is natuurlijk ook de afgelopen jaren eindelijk en terecht heel veel over te doen. Dat eigenlijk iets is wat we zo niet kennen en waar we niet op zijn ingericht. Onze beelden, onze regelgeving ook over marktordening, onze economische theorieën hierover zijn volstrekt onvoldoende om het gelijke tred te houden en in goede banen te leiden wat er nu gebeurt in de afgelopen 10, 15 jaar door dus die technologiegedreven schaal, netwerkeffecten en dan tweezijdig en dan een soort domino effect dat als je ergens goed in bent en je bent de eerste en het is relevant, dat je kunt uitbreiden naar allemaal aanpalende toepassingen en zeg maar even markten, waar je ook eigenlijk meteen de gedoodverfde winnaar bent. En dat baart me al heel lang zorgen. En toen was ik daar vorig jaar bij die Singularity University op uitnodiging van iemand. En toen hoorde ik hen beschrijven dat na eigenlijk de platformbedrijven komen de operating system type companies. En toen dacht ik, dit is heel treffend beschreven. Want eigenlijk, hè, we hebben allemaal groot geworden met computers, hè, met laptops en met desktops, een groot deel van ons, toen ze voor het eerst kwamen. En we weten allemaal dat die apparaten, die hebben een operating systeem, een besturingssysteem. En alles wat je dan verder toevoegt aan diensten of aan apps of iets dergelijks, ja, maakt gebruik van het besturingssysteem. Ja, en zoals Alibaba dat zegt, hè, de software is het hart en de data is de motorolie of het bloed door het systeem. Klopt. Maar uiteindelijk is het zo dat die al die data en al die toepassingen alleen elkaar versterken en met elkaar verbonden zijn via die laag die daaronder zit, dat operating system. En eigenlijk, als je erover nadenkt, dan is het besturingssysteem, om een mooi Nederlands woord te zeggen. En als je erover nadenkt wat de rol is die een bedrijf als Tencent in China heeft voor de Chinezen. En ik denk een bedrijf als Google het dichtst in de buurt komt voor, laten we zeggen, een groot deel van Europa en de Verenigde Staten, et cetera, en een groot deel van de rest van de wereld. Dan zijn dat eigenlijk bedrijven die zich zo diep al hebben genesteld als een soort randvoorwaarde voor efficiënte communicatie, een soort basis om überhaupt je toegang te hebben tot de digitale wereld. Diensten als identificatie, die nu niet meer door de overheid worden gedaan, maar door die commerciële bedrijven. Als je iets wil weten, als je iets zoekt, als je mening wil uiten, gebruik je diensten van of gebruik je in ieder geval toepassingen die mogelijk worden gemaakt door deze partijen. Als je wil betalen, in toenemende mate gebeurt dat. Als je een reis wil boeken, gebeurt dat. Dus het is, als je probeert erachter te komen, wat vindt men eigenlijk van een bepaald onderwerp in de aanloop naar de verkiezingen, maak je gebruik van de communicatiemogelijkheden, de selectie van dit soort partijen. En zij hebben, omdat zij de onderlaag bieden van alles wat daarop wordt gestapeld aan diensten, hè, koopdiensten, winkelen, mediadiensten, hebben zij perfecte inzicht in wat met wat samenhangt. En dat geeft weer de mogelijkheid om de diensten te verbeteren en zichzelf onmisbaar te maken. En dat is eigenlijk al gebeurd. En dat hebben we eigenlijk in het bestaan van de mensheid nooit gehad. Dat er organisaties waren die op zo'n breed palet van aspecten van ons leven een cruciale verbindende functie vervulden. Er is nog nooit een organisatie in de bestaande wereld geweest die meer invloed had op ons leven als ja, die eigenlijk 2, 3 zijn het er denk ik in de wereld operating. Ja, want wie zijn dat dan? Want je noemt Tencent, maar niet Alibaba. Je noemt Google, maar niet Microsoft of Amazon. Ja. Welke zijn het? Nou, de strijd is natuurlijk nog een beetje gaande van wie nou het belangrijkst wordt hierin. Hè? Dus ik denk dat eigenlijk alle wat met gemak dan big tech wordt genoemd en dan richten we ons altijd altijd op de grote 4 historisch, want we hebben een beeld alsof we alleen maar in het Westen, Amerika. Ja. En het is waar dat de bedrijven die in West-Europa en Amerika de dienst uitmaken, daarmee niet automatisch toegankelijk zijn voor Chinezen. Nou, dat zegt al wel iets, hè, dat wie de invloed heeft op de wereldordening, dat is natuurlijk voor een deel zijn dat ook gewoon overheden die dat bepalen. Tenminste in Amerika in toenemende mate, in Rusland zeker en in China sowieso. Alleen in Europa merken we daar weinig van dat de overheid ook vindt dat zij regels moet stellen aan hoe bedrijven met ons omgaan en wij. Ja, daar kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Maar het is interessant om te zien dat er dus inderdaad een 4-5-tal partijen zijn die in principe doorhebben dat als zij zich zo diep kunnen nestelen in de maatschappij, economie, dat zij het besturingssysteem voor de economie, voor de communicatie, voor de democratie worden, voor de maatschappij, dan is hun kostje natuurlijk gekocht. En wie zijn dat?
Nou ja, ik denk de twee koplopers, zou ik zeggen. Waar als ik mijn geld zou moeten inzetten op een winnaar, dan zou ik zeggen voor China lijkt me dat Tencent. Maar in China is de overheid bepalend van wie hoe groot kan worden, mag worden. Maar waarom Tencent en niet Alibaba? Nou, ik denk dat als je kijkt naar wie echt het grootste deel van de communicatie. Hè, Alibaba kennen we natuurlijk als het winkelplatform. Ze hebben natuurlijk meer dan dat. Maar het is in de oorsprong ging het wel om winkelen. Om winkelen en om betalen. Terwijl Tencent ging over communicatie. Hè, en dat is toch nog fundamenteler. Ja. Hè, het ontdekken wat... Ook WeChat. Wat, ja. Precies. Dus, en ook de Tencent betaalmethode is volgens mij nog net iets populairder. In gaming. Precies, ja. Gaming. Dus uiteindelijk gaat het om welk deel van het leven. En dan kun je van fundamenteel naar wat meer oppervlakkig. En dan is denk ik degene die de communicatie organiseert en orchestreert. Die de informatievoorziening orchestreert. En wie daarop bouwend toegang geeft tot allerlei diensten die met transacties te maken hebben. Ja, dat zijn wel de partijen die de beste papieren hebben om te winnen. En in het Westen? In het Westen denk ik hands down Google. Er wordt veel gesproken over Facebook. Maar ja, als je even... Amazon ook. En Amazon. Maar ik denk dat er is geen enkele andere partij. Hè, en laat eerlijk zijn, hè, het is een logische ontwikkeling. Ze hebben niks fout gedaan. Hè. Het is niet dat zij tegen wetten hebben... dat ze wetten hebben gebroken. Oneerbare dingen hebben gedaan. Of zelfs dat ik twijfel aan de motivatie van de mensen die bij Google werken. Net zoals er heel veel goede en leuke mensen bij Bob.com werken. Werken er vast ook heel veel goede en leuke mensen bij Google. Dus ik denk niet dat het aan de intenties ligt. Maar feit is dat in een wereld waarbij... wat altijd al zo was. Mensen kiezen voor datgene wat zij... voor hen het beste vinden, is een model wat zonder dat iemand daar een strobel in de weg legt, gaat over schaalvoordelen die zich vertalen naar netwerkeffecten en van netwerkeffecten naar domino-effecten, naar markten die oorspronkelijk niks met elkaar te maken hadden. Dat als je goed bent, één en eens ben je ook de gedoodverfde winnaar in iets heel nieuws. Hè? Als ik een voorspelling mag maken, als er niks geks gebeurt, dan denk ik dat de operating system type companies ook de partijen zullen zijn die de toekomst van het transport. Hè, dus die transport organiseren in de wereld over 20 jaar. Ja. Amazon is dat nu al aan het doen, hè? Ja, iedereen probeert wat. Ja. Iedereen probeert wat. Maar ik heb een keer een mooi verhaal gehoord. En dat vind ik toch wel leuk om even te delen. Want dan blijft het wat minder abstract. Dan wordt het wat concreter. Kijk, we hebben allemaal het gevoel dat die zelfrijdende auto... die zou best wel eens aan kunnen komen. Hè? En nu gaat het er vaak op mis dat... De wegen zijn allemaal zo onvoorspelbaar en zo verschillend. We accepteren geen fouten ook. We accepteren geen fouten. Maar ik hoorde een verhaal van een wethouder van een hele grote stad in de wereld. En die had bezoek gekregen van een delegatie van zo'n operating system type company. Die een van de partijen die in de race zijn om die zelfrijdende autotechnologie te ontwikkelen. En die partij die zei, ja... als je ons de opdracht geeft, kunnen we binnen 10 jaar jouw hele grote stadscentrum, een gigantisch stadscentrum, daar wonen miljoenen mensen, kunnen we voor iedere burger, iedere inwoner, kunnen we individueel vervoer van A naar B in een tijd aanbieden die je nu nooit haalt, omdat er altijd overal files staan, tegen de kosten die niet veel hoger zijn dan die van een metroticket, met een betrouwbaarheid van dat er binnen 5 minuten dat jij denkt ik wil ergens heen, staat jouw individuele vervoer voor jou gereed. En het mooiste, we kunnen de helft van de ruimte die nu wordt ingenomen door wegen teruggeven aan de stad en haar burgers. Dat is eigenlijk wat Google met en het enige wat je hoeft te doen is zeggen, ik geef jullie de opdracht en ik ga het voor je regelen. Wat heeft die persoon gezegd? Nou, ik weet niet hoe dat verhaal is afgelopen, maar dit is een verhaal dat heb ik 5-6 jaar geleden gehoord. Verenigde Staten of en in Europa? Het was in de Verenigde Staten en ik heb het 5-6 jaar geleden gehoord. En toen viel bij mij een kwartje, dacht ik van ja, dat is helemaal niet zo gek. Hè? Want op het moment dat jij het operating system van de mobiele telefoon hebt, dat jij de grootste collectie wifi-punten al hebt opgeslagen en je hebt niet eens meer GPS nodig om vrij precies te weten waar iemand is. Want je kan gewoon de wifi-signalen van alle wifi-netwerken die je een keer hebt uitgepeld en hebt opgeslagen, daarin kun je al... goed genoeg aflezen waar iemand is, zelfs als hij zijn GPS uit heeft. Als jij in de agenda weet... als je daardoor weet hoe mensen zich verplaatsen, als je door de agenda weet en door de e-mail en de acties van wat iemand waarschijnlijk binnenkort gaat doen, als je ziet welke reizen iemand aan het boeken is, als je al die informatie hebt, ja natuurlijk kun je in veel, en als je de grootste computing power hebt van iedereen in de wereld, natuurlijk kun je dan de beste
en meest efficiënte transportsystemen ontwerpen. Als een natuurlijk monopolist kun je dat bijna doen. Compleet logisch, maar het was voor mij toen ook duidelijk dat de rol van de auto-industrie natuurlijk dan wordt gereduceerd tot iemand die mag meedingen om een soort mechanisch schilletje aan te bieden. En dat in een hyperconcurrerende wereld waar er veel te veel autofabrikanten zijn in dat model. En degene die de beste deal aanbiedt aan die partij, aan die operating system partij, die mag de hardware leveren. Maar als je alleen kijkt wat dat aan economische waardevernietiging betekent in Europa, van alle bedrijven, de industrial heroes of Europe, al die autofabrikanten met zoveel banen, zoveel pensioengelden, zoveel fabrieken waarin is geïnvesteerd, wat dat betekent. En die waarde die gaat dus naar bedrijven buiten Europa. Want er is geen enkel Europees bedrijf wat op dit niveau meedoet als iemand die in de buurt kan komen van een operating system type company. Dan zie je dus dat die technologiebedrijven, zeker big tech, veel beter in staat zijn om waarde die wordt gecreëerd ook naar zich toe te halen. Hè? Waardoor je ook een concentratie van rijkdom gaat zien. Maar ook, ons perspectief was veel minder fundamenteel dan wat jij nu brengt. He, want er werd vaak gekeken, oké, je hebt de big tech, die bieden social media, die bieden e-commerce, die bieden entertainment, financiële diensten. Ja. Toch eigenlijk vanuit die commerce perspectief werd daarnaar gekeken. Maar jij kijkt meer met die operating systems of life, meer naar de infrastructuur die vastgelegd wordt. Zeker. En waar je eigenlijk van alles in kunt stoppen. He, waar je eigenlijk helemaal geen grenzen meer zijn. Klopt. Ja, dat domino-effect is een van de dingen die echt slecht worden begrepen. Het begint ermee, als je even de volgorde waarin dit zich ontvouwt. En ik ben econoom van achtergrond, dus ik vind het altijd prachtig om ook een beetje naar die conceptuele kant te gaan. Maar wat we natuurlijk allemaal al van vroeger kennen, is dat een bedrijf wat een grotere schaal heeft, dat die bepaalde kostenvoordelen. Als jij de grootste ijsfabriek van Nederland bent, dan kun je per kilo gewoon goedkoper ijs maken. Of je kunt voor hetzelfde kosten beter ijs maken. Nou, dat fenomeen kennen we allemaal. In een digitaal model is het zo dat Maar bij de merendeel van de dingen die we in de reële economie, in de niet-digitale economie tegenkomen, heb je een stuk vaste kosten en heb je altijd nog iets van variabele kosten. Dus kosten per eenheid om de klant te bereiken, et cetera. Nou, in de digitale wereld zijn er bijna geen variabele kosten verbonden met het maken van een propositie. Dus hoe meer vaste kosten je kunt permitteren, hoe beter je product. Dan zijn er verder geen grenzen. Dus hoe beter jouw product is, hoe meer mensen het makkelijker kunnen zien en het ook bereikbaarder voor wordt. Dat was vroeger ook niet zo. Dan kon je wel een beter product hebben, maar dan was het veel te duur om te zorgen dat mensen dat konden ontdekken. En als ze het konden ontdekken, konden ze het niet op waarde schatten. En als ze het wel op waarde konden schatten, konden ze het nog steeds niet kopen. Je moest zitten waar de vraag zat. Dat was het. Dus vroeger was het zo dat je, zeg maar, de betere go-to-market moest hebben. Dus je moest toegang hebben tot een groep klanten of distributie hebben die anderen niet hadden. En dan was je kostje gekocht. Nu is het eigenlijk zo dat als jij in een digitale, transparante wereld, dat als jij een beter product maakt of een betere dienst, dat het heel goedkoop wordt om te zorgen dat de mensen voor wie dat beter is, dat ook weten. En dat ook voor al die mensen bereikbaar is geworden. Dus ineens is dat kwaliteitsvoordeel wat je met schaal kunt kopen, om als eerste stap even te beginnen, is voor iedereen bereikbaar. Ik kan me zo voorstellen dat toen Google begon, dat het feit dat zij meer vaste kosten maakten en een iets beter algoritme hadden om al die websites te scannen en dat dan aan te bieden in een hele prettige informatie, verder reclamevrije omgeving. De eerste 5 jaar, volgens mij kan ik me nog herinneren, was het echt letterlijk alleen maar dat blokje en de zoekresultaten waren de zoekresultaten. Ja, dat wordt dan heel snel, gaat dat als een lopend vuurtje rond van zij hebben gewoon het net iets betere product. Ze hebben iets meer vaste kosten gemaakt, iets beter product, dan gaat iedereen het gebruiken. En dan gebeurt er iets moois. Dan ontstaan er schaalvoordelen, dus heel veel gebruikers. Dat wil zeggen, als jij 1 advertentie op Google hebt en de concurrent, laten we zeggen AltaVista, die heeft er ook 1. Maar ja, jij hebt al, omdat je een beter product hebt, iedereen weet dat, heb jij 3 keer zoveel bezoek, krijg je dus met die 1 advertentie 3 keer zoveel inkomsten. En sterker nog, omdat je 3 keer zoveel bezoek hebt, is het waarschijnlijk ook zo dat de adverteerder zegt, nou, als ik hem moet kiezen, dan doe ik liever iets meer moeite om op Google te komen dan op AltaVista, want daar zitten alle gebruikers. Dus waarschijnlijk heb je niet alleen maar meer bezoekers, maar is het ook nog net iets duurder. Mensen bereid er iets meer te betalen om bij jou te staan dan bij die ander. Nou, en zo komt er dus meer inkomsten. Dan kun jij zeggen, nou, dan maak ik dus de volgende stap. Dat is ook allemaal nog best wel simpel. Dat kennen we van vroeger ook, al is het in de digitale wereld nog heftiger aan de hand dat als jij, omdat vaste kosten gebaseerd is, als jij beter bent, dan word je snel nog beter. Dan komt iedereen naar je toe en dan kun je dus nog beter worden. Dat vliegwiel, hè, dat strategische groeimodel van Amazon, wat natuurlijk van Walmart afkomt,
Hè, dat is ook, heeft daar ook mee Absoluut. Te maken. Je groeit, Absoluut. Je krijgt kostenvoordelen, die geef je weer door in de vorm van lagere klopt. Prijzen. Word je daar We hadden ook zo'n vliegveldje bij Bol.com. Ik herken het helemaal. Ik herken het helemaal. Dat klopt. Maar, maar toen, het heeft ook voor mij best lang geduurd dat ik dat door had. Uiteindelijk komt er een tweede effect. En dat zijn, naast die schaalvoordelen, zijn het zogenaamde netwerkeffecten. Dat is het feit dat, omdat zoveel klanten, omdat je beter bent, zoveel klanten jou gebruiken, dan voegen die, is het ook interessant voor die klanten om bijvoorbeeld hun kennis bij te dragen. Hè, hun mening te geven, want die wordt dan door heel veel andere klanten gezien. Of je leert sneller, omdat je heel veel bezoekers hebt, kun jij sneller leren. Wat doen die nu eigenlijk? Kun je daardoor weer een beter product maken? En als je nou eenmaal heel veel gebruikers hebt en je winkel is nog beter geworden of je dienst, dan word je natuurlijk nog weer interessanter voor iedereen die iets in Nederland op de markt wil brengen. Dus als je eenmaal de beste bent en een volume hebt en netwerkeffecten kunt creëren aan de downstream, naar de consument toe of naar degene die onder jou in de keten zit, dan word je daarmee vaak ook interessanter voor degene boven de keten met je samen te werken. Waardoor je aan die kant ook allerlei dingen kunt leren en kunt doen die anderen niet kunnen. En en hoe meer, zeg maar, in een simpel voorbeeld van een winkel, hoe meer leveranciers met je willen werken, hoe interessant het weer voor je klant is, hoe meer klanten met je willen werken, hoe interessant het voor andere klanten is, maar ook weer voor leveranciers. Dus over die schaaleffecten komt ook nog tweezijdig netwerkeffecten overheen. En dat is eigenlijk een soort turbo voor die businessmodellen. En stel je dat nou eens voor, dat dat dan niet alleen maar gebeurt in één digitale markt, laten we zeggen search, of kaarten, hè, digitale kaarten, of betalen online, of verzin eens wat. Maar dat iemand die het beste is in zoeken, ook daarmee automatisch het beste is om de beste kaarten te maken. Omdat hij heel veel van die netwerkeffecten, van die gebruiker en van die kwaliteit van het product al mee kan brengen om de betere kaarten te maken. En dat die wie de beste kaarten heeft en meest weet van gebruikers, uiteindelijk ook misschien wel weer de beste zelfrijdende auto kan gaan maken. Ja, dat is het dataspel. Dat heeft, precies. Ja. Maar gedreven dus door die netwerkeffecten. Ja. De vraag is natuurlijk of je daar ooit nog tussenkomt. Hè? Want winner takes all, wordt er vaak gezegd. Hè? Ook de economen in Harvard Business Review, Eva Evans en Smalenzee, die zeggen van ja, voor platformen geldt dat winner takes all eigenlijk niet. Want ja, die constructies zijn toch wankel. En je kunt platforms over platforms kun je gaan stapelen. Ja. En die netwerkeffecten maken ook kwetsbaar, want je moet, hè, het moet aan twee zijden goed blijven. Ja, ja. Ja, Kom je er nog tussen? Ik bedoel, hè, die opleidingssystemen zijn zo fundamenteel. Dat is een hele goede vraag. Ik zat een keer bij het ministerie van Economische Zaken. En dan wil ik niet kwaad spreken over mensen. Maar daar legde ik het verhaal uit van hoe. Of daar kwam ik eigenlijk op audiëntie om te vragen. Joh, hebben jullie wat ik zie, klopt dat nou? En hebben jullie dat ook gezien? En wat vinden jullie er nou van? Want als ministerie ben je ook degene die in ieder geval ondersteunend bent aan beleid maken. En professionele mening moet hebben. De politiek kijkt naar je als ministerie om te zeggen, nou, waar moeten wij naar kijken, wat gebeurt er? En als ergens een vraag over hebben, moet daar het antwoord vandaan komen. Dus ik was daar ook langs gegaan en gezegd van, joh, klopt dat nou wat ik zie? Dat als we niet oppassen en we concurrentie zo nauw definiëren als we dat altijd hebben gedaan, dat we eigenlijk een heel groot gevaar niet zien dat een natuurlijk monopolie door die netwerkeffect aan twee kanten gewoon echt ontstaat en nooit meer weggaat. Dus dat het alleen maar groter wordt en groter wordt en groter wordt, omdat het een soort monster is, dat niemand, geen consumenten, geen klanten, geen concurrenten daarmee iets tegen kunnen doen. Omdat die kracht van die netwerkeffecten en dat schaalvoordeel zo groot zijn, dat het gewoon niet meer lukt. Ja, want natuurlijke monopolies kennen we van vroeger. Hè? Zo is de post en het vervoer, dat zijn natuurlijk. Hè? Mijnbouw, dat zijn allemaal natuurlijke monopolies. Ja. Alleen die schaalbaarheid, die ligt anders. Nou, eerlijk gezegd denk ik dat zo'n staatsmonopolie, dat was een... Niet altijd begonnen als staatsmonopolie, hè? Mm-hmm. Ja, het zijn wel modellen die zich uitstekend lenen voor natuurlijk monopolie. Want dat zijn eigenlijk ook netwerkmodellen. Hoe meer stops jij doet, dus als je langs ieder huis van de straat elke dag gaat, dan ben je per stop goedkoper dan iemand die maar één stop per straat doet. Meer stops toevoegen, waardoor je dienstverlening dus groot beter wordt. Wordt goedkoper. Dus het zijn van en ook maatschappelijk. Dat is eigenlijk het beste, hè? Maar één busje door de straat die alle pakketjes heeft en dan misschien twee keer per dag door de straat. Maar dat is eigenlijk een beter model dan dat iedereen zijn eigen vervoer regelt. Helemaal met je eens. Dus, maar natuurlijke monopolies, dat mag. Hè. Als dat gewoon ontstaat, dan zeggen dat is dus goed, want de klanten kiezen er zelf voor. Hè. Ja, vaak ook gegund, hè? Ik bedoel, Maar bijna de definitie is dat de keuze vrije wil van de klanten is om daar te willen blijven kopen, omdat het echt voor hen het beste alternatief is. Maar dat wil niet zeggen dat
iemand die natuurlijk monopolist is en goed is voor zijn klanten, dat die niet toch heel veel economische schade veroorzaakt. Want die moderne natuurlijke monopolisten, waar creëren zij nog heel veel schade? Door met hun leveranciers heel onprettig en heel onaardig om te gaan. Immers, als jij... En hun werknemers misschien ook nog. Misschien. Ik denk, daar is veel aandacht voor overigens. Maar ik denk dat dat is omdat dat emotioneel een aansprekende verhaal is. Dus ook als het gaat om big tech, zijn er veel meer mensen zich zorgen maken over de privacy van ons als gebruikers. Of over de arbeidsomstandigheden van bij de grote ik heb dat van natuurlijk ook gehoord, de grote magazijnen van hele grote aanbieders van fulfillmentdiensten, dat daar dan slechte arbeidsomstandigheden zouden zijn. Dus dat is altijd aansprekend. Ik denk dat er veel groter risico, als ik heel eerlijk ben, zit hem erin dat die bedrijven gewoon zo ongelooflijk veel economische waarde naar zich toe trekken, dat ze een soort hyperconcurrentie aan de producentenkant creëren. En kun je dat wat toelichten? Dus dat kan ik zeker even toelichten. Overigens, sowieso, wat ik zeker iedereen kan aanraden is een keer, want die kon dat altijd, hij is laatst overleden, Michel, mijn vriend en collega, maar Michel Schaefer, maar die kon al ontzettend helder, veel helder dan ik, hele complexe dingen heel simpel uitleggen. Dus wie nu al helemaal los is, zou ik zeker aanraden om even het stukje van Tegenlicht te kijken, waar die bijvoorbeeld even uitlegt hoe een klein verschil in startvoordeel in een digitale omgeving ineens uitgroeit tot een enorm verschil in eindsituatie. Dus dat zou ik je, misschien kan je dat de link erbij zetten. We gaan er even naar kijken. Is wel leuk. Wij klikken als consumenten gemiddeld 16 keer meer op het eerste zoekresultaat bij Google dan op het tiende zoekresultaat. Jij bent met jouw pannenwinkel op nummer 10 terechtgekomen. Ik ben met mijn pannenwinkel op nummer 1 terechtgekomen. Dat betekent dus dat ik 16 keer meer bezoekers heb per dag dan dat jij hebt. En dat betekent dus ook dat ik gewoon veel sneller leer wanneer ik hem wel een pan verkoop en niet een pan. Moet ik nou een plaatje laten zien? Moet ik een uitgebreide beschrijving laten zien? Moet ik een review plaatsen? Moet ik laten zien dat de Consumentenbond dit de beste pan vond? Ik leer gewoon 16 keer zo snel als jij. Omdat ik 16 keer zo snel leer als jij, wordt mijn winkel ook snel beter. Dus de kans is vrij groot dat jouw conversie 5% is. Dus van 100 mensen die binnenkopen, kopen 5 mensen bij jouw pan. En dat die bij mij misschien wel 2 keer zo groot is. Oftewel, van 100 mensen die bij mij binnenkomen, kopen 10 mensen een pan. Dus ik heb niet alleen maar 16 keer zoveel bezoek, maar ik heb ook nog 2 keer zoveel verkopen op die bezoeker. Dat betekent dus dat ik ongeveer 30 keer zoveel ga verkopen als jij. En dat betekent weer dat ik dan met al die data en al die inkopen kan ik weer naar een leverancier gaan en zeggen, goh, gaan wij allebei naar diezelfde leverancier. Jij met je pannenwinkel, ik met mijn pannenwinkel. En jij zegt van, ik wil wel graag korting. En dan zegt de leverancier, dat is mooi, maar naast jou zit Michel en die verkoopt 30 keer zoveel als jij. Dus jij krijgt een heel klein beetje korting en Michel krijgt nog veel meer korting. Op dat moment kan ik die korting op 2 manieren gaan inzetten. Ik kan ofwel zeggen, ik ga die korting direct doorgeven aan de consument. Dat is voor jou nog veel vervelender, want dan zijn mijn pannen ook nog eens goedkoper. Ik krijg sowieso meer bezoek. Kunnen we de rol even niet omdraaien inmiddels? Ja, nee. Het wordt zo sneu voor mij. Het wordt heel sneu inderdaad. Ja, je vroeg naar een voorbeeld van een partij die zich dus naar hun klanten ontzettend aardig gedraagt, maar naar boven in de keten eigenlijk monopolistisch gedrag vertoont, maar dan naar de leveranciers gericht. Ja, monopsonistisch. Precies, daar is een mooi woord voor, monopsonie. Ja. En als je ooit microeconomieboekjes toen ik studeerde bekijkt, dan was er aan oligopolieën en aan monopolieën en aan polypolieën was ontzettend veel aandacht besteed, want dat kennen we eigenlijk best wel veel. En aan monopsonieën bijna niet, want de enige monopsonieën die we historisch kennen is een overheid. Stel, je hebt een waardeketen, die heeft 3 schakels. Pak toch even winkelen als voorbeeld. Ja. Dus je hebt aanbieders van producten en dan heb je een winkel. En dat is eigenlijk de spil waar het aanbod staat. En dan heb je de consumenten met al hun vragen. Stel dat er heel veel verschillende winkels zijn en er zijn heel veel verschillende producenten en er zijn heel veel verschillende consumenten. En dat bestaat allemaal bij elkaar. Nou, dan probeert iedere consument een winkel te vinden die goed genoeg is en waarvan die denkt dat past wel. En die winkelier die maakt weer keuzes welk van het vele aanbod die in zijn winkel wil neerleggen. Stel nou dat op een gegeven moment 1 winkel zo goed is, dat de consument allemaal zegt, ja, maar dat vind ik gewoon de beste winkel. Dus die gaan allemaal alleen maar daar kopen. Dan zou voor zo'n winkel natuurlijk, dan is zo'n winkel natuurlijk monopolist geworden. Dat is gewoon de beste winkel voor iedereen. En misschien klopt dan ook wel dat doordat daar steeds meer mensen gaan kopen, wordt die winkel alleen maar beter. En is het dus echt alleen maar meer waar dat het echt de allerbeste winkel is voor iedereen. Maar goed, dan is dat dus ook de enige plek dat als je iets in
een land op de markt wil brengen naar al die consumenten, dan heeft die winkelier eigenlijk een soort hek rondom die consumenten gezet. Ja, daar hebben die consumenten zelf voor gekozen. Die zijn die walled garden ingekomen, dat is het prachtig. Maar iedereen die, of laat ik het een andere analogie, iedereen die hebben de meest briljante discotheek met alle muzieksmaken en de lekkerste drankjes en de verste prijzen. Geweldig, dus dat hele dorp zit in die discotheek. Maar ja, die arme drankleveranciers die via de achterdeur aankomen leveren, daar zegt die barhouder, die uitbater van die discotheek, zegt: ja, ik wil wel de meeste drankjes hebben met de faire prijs, et cetera. Maar ik kan ze niet allemaal aandacht geven. Dus je moet wel mijn goede deal bieden. Want ik weet precies wat ik anders in plaats van jou aan die consument kan aanbieden. En dan is die consument ook blij. Want ik heb nog steeds, zelfs als je me niet geeft wat ik wil, heb ik nog steeds oneindig veel meer keuze dan de volgende discotheek verderop. Dus die klanten gaan voorlopig niet weg. En als jij bij mij wil, dus in plaats van vroeger waar de portier bij de voordeur stond en aan de klanten die binnen wilden, zei van: joh, maar denk wel even aan de portier, anders kom je niet binnen. Staat nu die portier bij de achterdeur en is ontzettend agressief geworden. En zegt: als jij iets, want ik heb alle klanten, als jij iets wil kunnen aanbieden, dan betaal je enorm entreegeld aan de achterdeur. Anders kan ik jouw spullen niet aan die klanten laten zien. Als en dat is wat eigenlijk een partij als Google ook aan het doen is. Doen grote supermarktketens dat ook niet? Kijk, iedereen probeert natuurlijk de schaarste een beetje te verwaarden. Probeer een beetje het verschil te duiden tussen waar jij nu het over hebt en wat er al gebeurt. Als er heel veel verschillende supermarktketens zijn, verschillende plekken waar mensen hun eten kopen, dan kun je, als je bij de ene supermarkt niet slaagt, weet je dat je extra je best moet doen bij de volgende supermarkt aan de als klantkant, aanbieder. Hè? Nee, maar kijk, het is niet zo dat er is geen enkele supermarktketen in Nederland zo krachtig dat als zij je willen boycotten, als fabrikant, dat jij dan geen enkele kans hebt om nog consumenten te bereiken. Sterker nog. Deze bedrijven wel. Maar die bedrijven, die zijn dé plek waar iedereen naartoe gaat om te weten wat waar is. Letterlijk die zoekmachine waar we allemaal bij beginnen, of de informatie die in de shoppingbox, wat gewoon een commerciële dienst is van een partij, komt. Wij denken dat dat is wat de markt te bieden heeft. Dat de transparante informatie van de prijsvergelijker is, maar dat is hij niet. Alleen als jij betaalt en biedt op die woorden en de informatie die jij hebt, die je nodig hebt voor je eigen winkel, als jij die informatie ook aan die partij geeft, dat is voor jou heel waardevol, nu moet je cadeau geven aan die partij, dan mag je in hun zoekboxen. Ja, dat is gewoon een monopsonie. Ja. Dus als jij nee zegt, dan ben je niet zichtbaar voor de klant. De klant denkt: ja, ik heb daar genoeg, vind ik daar. En dit is gewoon voor mij het startpunt. Dus ja, dan, ik vind daar genoeg. En als je er niet tussen staat, heb je pech gehad. Voor jou een ander. En daarmee verschuift een heel groot deel van het evenwicht wat er altijd was tussen bedrijven, verschuift ten gunste van die natuurlijk monopolist die zich gedraagt als een monopsonist. En er zijn geen regels, omdat we dat hier gewoon simpelweg niet kennen, om dat te verbieden. Terwijl de schade die die monopsonieën creëren net zo groot is als wanneer er een monopolie was wat ze ging misdragen tegen de burgers. Het is alleen tegen bedrijven. Maar ja, die bedrijven, Kitty, dat zijn wel de plekken waar diezelfde burgers werken die als consument dat natuurlijk monopolie helpen creëren. En al die operating systems bedrijven, dat zijn allemaal monopsonisten eigenlijk in jouw wereld. Dat is een voorwaarde om een operating system of life te kunnen zijn. Per definitie bijna, ja. Ja, en je kent natuurlijk de beeldspraak, dat heel veel bedrijven liggen aan het infuus bij Google. Ja. Omdat ze anders online te weinig klanten kunnen bereiken. Maar in jouw verhaal denk ik dan van: ja, wij liggen als consumenten ook aan het infuus bij deze soort, bij deze bedrijven. Maar als we eerlijk zijn, het gaat wel beter. Dit zijn wel fijne diensten. We zijn wel blij. En een wereld waarin er een enorme versnippering was. Het infuus helpt. Dat was wel iets minder fijn. Dus als consument ga jij niet, als jij nu zou zeggen: ik wil niks met zo'n partij te maken hebben, want ik zie ineens waar dat naartoe leidt. Uiteindelijk is dat de partij die mij werkeloos maakt. En die Europa in het ongeluk stort. Dus ik doe niet meer mee. Dat heeft toch geen enkele nut? Je maakt je eigen leven ontzettend ellendig. Je gedragskosten gaan drastisch omhoog. Precies. Mensen zijn gewend aan gemak, want het is toch een vorm van convenience. Precies. En dan kun je niet meer terug. Precies. Maar waar leidt dit nou toe? Ik hoorde je al zeggen banenverlies, maar kun je een beeld schetsen? Het is natuurlijk dystopisch wat het zou worden. Maar ik ben ook daar ook echt niet zo heel positief over. Ik denk dat ik denk dat digitalisering er sowieso toe leidt dat een heleboel banen, zeker banen waar we in Nederland best wel veel van hebben, in het soort midden tot hoger opgeleid administratief werk, dat die zullen gaan verdwijnen. Want heel veel van die banen zijn op een wat hoger niveau interpreteren en uitvoeren van, zeg maar, complexere algoritmen
maar die dus als mens historisch zelf uitvoerde. En dat kan allemaal geautomatiseerd worden. En sterker nog, als je dat niet automatiseert, dan ben je te inefficiënt. Dan kun je niet concurreren in Europa. Dan zijn de klanten niet blij met je. Zijn je aandeelhouders niet blij met je. Dus je moet wel. Maar dat betekent, daar komt de eerste golf van werkloosheid vandaan. Dat gaan we echt de komende 10 jaar zien gebeuren. Ja, als daar overheen nog een heleboel nodeloze werkloosheid komt, omdat we niet in Europa met elkaar, want dat dit soort platformen waarde creëren, dat is waar. Maar het punt wat ik daar, het nadeel wat ik daarin zie, of het probleem wat ik daarmee heb, is dat het niet een Europese aangelegenheid is. Dat die platformen die die waarde naar zich toe zuigen, geen van alle Europees zijn. Als er wel Europese partijen waren, dan kon je zeggen, ja, de maatschappij gaat vooruit door deze inzet van digitalisering. Dat is echt zo. Maar er zijn best wel serieuze neveneffecten. Namelijk, in bepaalde bedrijfstakken is er veel meer concurrentie. Daar vallen bedrijven om, er vallen heel veel ontslagen. Allerlei infrastructuur moet worden afgeschreven en dat kost dus heel veel geld. Maar netto is er meerwaarde gecreëerd. Dus als we daar nou een beetje wat van afromen en daarmee compenseren we de nadelen, zoals we dat altijd doen met belastingen, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar probeer maar eens belasting te heffen tegen de tijd dat zo duidelijk is wat het nadeel is, bij individuele bedrijven in het buitenland waar jij een enorme afhankelijkheidsrelatie mee hebt. Ja, ik denk dat het met dat bedrijf een oorlogsverklaring naar het bedrijf is. En dat ik, als ik dat bedrijf was, we zagen het al gebeuren rondom die nieuws, betalen voor nieuws discussie. Hè. Dat heb je gevolgd in Nieuw-Zeeland was het, geloof ik, of in Australië. Waar echt een overheid ruzie kreeg met zo'n commercieel bedrijf. Big tech bedrijf. En dat big tech bedrijf dreigde om gewoon geen nieuwsvoorziening meer te leveren naar dat land. De kraan dicht, omdat ze moesten betalen voor het uitserveer van andermans nieuws, wat zij hadden geïndexeerd. Nou, dus dan laat je het nu al zien, is echt nog niet gek veel aan de hand, dat als je dus zo'n bedrijf tegen die tijd zo onder druk zou zetten, zeggen, nou, ik ga jou nu heel veel stenen in de weg leggen, ik ga je belasting heffen, want ik heb dat echt nodig, want in mijn regio wordt het complete chaos met werkeloosheid en met heel veel spanning, et cetera. Tegen die tijd zijn de machtsverhoudingen zo scheef dat je als Europese overheid niets meer kunt beginnen tegen die bedrijven. En bovendien, die bedrijven zitten ook in een land gevestigd. En dat zijn niet kleine landen. Dat zijn goed gecoördineerde, machtige landen. Veel groter dan Europa. In hun slagkracht veel groter dan Europa. Amerika, China. Ja, tegen die tijd dat het evident is dat we een groot probleem hebben hiermee, zijn de maatregelen die je hebt, zijn bijna letterlijk een oorlogsverklaring aan die regio's. Je moet er toch niet aan denken dat dat zover komt. Dus nu is de tijd om in te grijpen. Even terug naar wat je eerst zei over verlies van banen. Hè? Er wordt natuurlijk heel veel geschreven en gesproken over de gevolgen van digitalisering, robotisering. En het verhaal is dan toch vaak, ja, bepaalde banen is minder vraag naar, maar er komt behoefte aan een ander type baan. We krijgen meer samenwerking in de ecosystemen. En uiteindelijk is creativiteit onderschat en zullen daar nieuwe banen voor in de plaats komen, zoals dat zo vaak gaat? En het tweede punt is dat jij dus inderdaad zegt, oké, die bedrijven zijn niet gevestigd in Europa. Dus de echte waardecreatie vindt plaats vanuit China, vanuit Azië of Verenigde Staten. En het uitvoerende werk, de magazijnen, distributie, dat wordt dan in Europa gedaan. Dus ik zie daar eigenlijk die twee elementen aan. Ja, maar je zegt het helemaal goed. Dus het soort werk wat hier nog blijft is het maakwerk wat je met je eigen handen hier kunt gaan verrichten. Maar ook dat maakwerk uiteindelijk is wel, als je echt even 20, 30 jaar vooruit, is een groot deel toch weer van te robotiseren of te automatiseren. Dus ook dat komt uiteindelijk onder druk. Maar je hebt gelijk, in eerste instantie gaat het erom dat een heel groot deel van de waar we in Nederland echt en in heel West-Europa of in heel Europa eigenlijk door aan gewend zijn geraakt, is dat de arbeidsproductiviteit van jaar tot jaar stijgt. En dat zit erin dat wij allemaal een soort van kenniswerkers zijn geworden die zelf ook bijdragen aan het creëren van al die hoge waarde processen, et cetera, et cetera. Maar dat doen we in Europa en dat geld blijft historisch in Europa. Sterker nog, er zijn maar heel weinig mensen die de gevolgen van een natuurlijk monopolie, die natuurlijk monopsonie is, in zo'n ecosysteemrol, in zo'n operating systeemrol, verbinden met de macro-economische stand van zaken. Dus als je mensen vraagt, is nou zo'n platform economie en wie daar de gedoodverfde winnaars eigenlijk nu al zijn, heeft dat nou invloed op de welvaart in Europa, gewoon macro-economisch? Dan zegt iedereen eigenlijk van, nou nee, macro-economie en micro-economie, die hangen niet zo heel nauw met elkaar samen. He, sterker nog, onze regels zijn erop gericht dat je concurrentie kunt, dat we dat proberen te bevorderen, dat we proberen geen oneerlijke monopolies toe te staan, dat we investeren, dat het makkelijk wordt om creative destruction met iets beters nieuws te komen. En kijk, historisch heeft dat altijd gewerkt, dus we zijn toch hartstikke lekker bezig. En nee, je hoeft echt niet te denken dat zo'n marktorde die dan staat, dat dat heel veel invloed heeft op de welvaart van Europa. Maar volgens mij is dat gewoon kul, want het hele idee
van dat monopsonie is dat als iedereen fiets, als alle fietsenproducenten van Europa alleen maar via één, of alle aanbieders van informatie of alle aanbieders van een bepaalde dienst of iedereen die een stuk technologie heeft, alleen maar via die ene partij bij de kopers kan komen, bij de gebruikers kan komen, dan is dat dus die hele gemene uitsmijter bij de achterdeur, bij de leveranciersingang, die zegt, ja, wat heb jij ervoor over dat ik wat jij te bieden hebt aan mijn vele gebruikers laat zien? En als je dan zegt, ik doe even niet mee, dan heb je gewoon geen gebruikers. Dan besta je gewoon niet. En dat is een innovation killer. En dat is dus dat hele punt. Hè. We gaan ervan uit dat als jij en ik met elkaar handelen, dat alleen maar dat we gemiddeld ongeveer tot een verre, als we heel vaak met elkaar handelen, dat we dat alleen maar doen als we per deal allebei daarvan kunnen blijven bestaan. Anders dan doen we hem niet. Want dan verkopen we liever niet of liever aan iemand anders. En dat dat per saldo tot een faire verdeling van het zogenaamde handelssurplus leidt. Hè? En dat als dat te dun wordt voor jou en te veel voor mij of omgekeerd, dan komt er spanning op de relatie en dan gaat het niet goed. Dus dat is een soort zelfreinigend systeem. Nou, mijn stelling is dat het handelssurplus, dus de waarde die door handel ontstaat, door transacties ontstaat, dat die in een enorm belangrijke mate terecht gaat komen bij die partijen die dat operating system zijn, hè? Bij die platformen. Nou, zijn er wel economen, Daniel, die maken zich daar druk over, ja. Hè? Zeker in de Verenigde Staten ook. Ja, gelukkig en die, ja, en die komen dan met oplossingen zoals opsplitsen. Ja. Waarvan juist wordt gezegd dat het innovatie vernietigt. Ja. Wat vind jij? Wat moet er gebeuren, Daniel? Het is hoe dan ook kiezen uit twee kwaden. Om deze dystopie voor Europa misschien wel de wereld te vermijden. Helaas is het niet een silver bullet. Dus het is altijd kiezen uit twee kwaden. Kijk, voor mij moet je je afvragen, kunnen wij op Europese schaal voldoende eigen platformen en innovaties op die platformen creëren met onze 500 miljoen inwoners, met onze grootste economie die we samen zijn in de wereld, met enorme hoeveelheid intelligentie, heel goede opleidingen. Als wij even denkbeeldig een hek zouden zetten rondom Europa, gaan we dan heel veel welzijn en welvaart en innovatie aan de burgers en bedrijven van Europa onthouden? Of is dat een heel tijdelijk effect dat we even nodig hebben om de gaten die daar vallen zelf in te vullen door eigen innovaties en desnoods nadoen, maar wel de waarde in Europa houden? En hebben we uiteindelijk de schaal om dat heel prima te doen, net zoals China op een hele goede manier, of tenminste een hele bewuste, goed is, dat durf ik niet te zeggen, maar op een hele bewuste en voor hen werkende manier bedenkt wat zij in hun land binnen de grenzen willen houden en willen toepassen en wat ze graag willen exporteren. Amerika volgens mij, of Verenigde Staten moet ik zeggen, daar ook zeker sinds Trump extreem bewust mee bezig is. En ik zie dat ook niet heel hard teruggedraaid worden nu onder Biden. De geest is daar gewoon uit de fles. Het wordt steeds protectionistisch. Rusland hoeft het helemaal niet over te hebben. Ik denk dat het in Europa ook kan. Dat we niks heel anders doen dan ze in de Verenigde Staten doen door dat te doen. Maar dat we wel veel dichter tegen elkaar aan moeten kruipen. En die echte gefragmenteerde markt, gefragmenteerde talen, financieel gefragmenteerd. Hoe los je dat op? Ja, ik maak me veel meer zorgen erover dat we niet iets van een soort economische buitengrenzen hebben dan waar je ook recent weer allemaal mensen over hoort, dat we de fysieke grenzen niet genoeg bewaken. Ik denk dat we dat een veel groter probleem is dat ons handelssurplus naar de internationale platformpartijen weggelekt. Dat is een veel groter probleem voor de stabiliteit van de maatschappij over 10 of 20 jaar... dan de vraag of er kleine plukjes mensen zonder toekomstperspectief uit het verre buitenland hier immigreren. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Dus die buitengrenzen in economische zin wat bewuster managen en de binnengrenzen niet alleen maar opheffen door wet en regelgeving te harmoniseren, maar ik denk ook zo'n logisch idee. Waarom zou de vertaalsoftware om de taalbarrière tussen de Europese landen op te heffen, waarom staan we eigenlijk toe dat een commerciële activiteit is van drie man raden van wie? Wie de beste vertaalsoftware heeft ontwikkeld, zijn diezelfde partijen die bezig zijn met die wereldwijde race om operating system world dominance. Is het denken in landen dat ook niet een beetje zelf? Het denken in landen is natuurlijk ook een beetje achterhaald. Hè? Alibaba vergelijkt zichzelf met de economie van een land. Ja. Hè, dus die grote bedrijven waar je het over hebt, die trekken zich van landsgrenzen niet veel aan. Zijn ook heel wendbaar. En wij blijven maar vanuit die nationalisme hè, blijven we denken. Ja, het is, ik denk dat het toch is omdat degene die, en ik doe dat nu natuurlijk heel bewust, ik weet het helemaal niet bijzonder chic. En ik kom hier over als een enorme protectionist, et cetera, en een doemdenker. Dat realiseer ik me. Als je dat erin wil horen en wil lezen en wil zien, dan lukt je dat waarschijnlijk. Maar ik, wat me opvalt is dat de mensen die tegen
coördinatie en afhankelijkheid van onze buren, letterlijk en figuurlijk, buurlanden zijn. Die voeren aan dat idee dat ja, het gewoon vervelend is als je niet afhankelijk bent. Dat het lekker is als je gewoon helemaal zelf kunt bepalen wie je bent en wie je wil zijn. En dat je tot hoe laat je wakker blijft en welke muziek je draait. En dat je geen rekening hoeft te houden met je buren. Natuurlijk is dat zo. Als je eenmaal alles hebt wat je hartje begeert, dan is het enige waar je nog last van hebt, is dat je een groot deel van dat waar je hartje wat je hebt, omdat je je ooit afhankelijk hebt gemaakt van zoveel anderen. Dus als je dat bent vergeten in isolatie, en dat is de emotie waar degene die zeggen, weet je, zelfs binnen Nederland, zouden beter af zijn. In België vind ik altijd, ja, Vlaanderen zou beter af zijn in zijn eentje dan als onder. Het is een heel aantrekkelijke retoriek. Die heel emotioneel ook altijd wordt gespeeld. En die gewoon ja, heel emotioneel ook. Dat werkt gewoon. Dat zijn de knoppen als je daarop drukt. We laten toch de Grieken met hun speelzucht. Wat was het, de tekst ook alweer? Laten we toch niet ons spaargeld opmaken. Nou, dat spreekt aan. De voorstanders van die coördinatie gebruiken hele chique bewoordingen. Die zeggen, ja, dat is goed samenwerking voor stabiliteit en economische groei. En ieder huishouden in Europa is gemiddeld 3000 euro vooruit gegaan doordat we de EU hebben. Hele abstracte, ja. Chique taal. En ik heb dit niet zelf verzonnen, Frans Timmermans heb ik dat een keer horen zeggen. En daar was ik wel echt van, dat vond ik een hele goeie. Hij zei, we moeten durven dezelfde emotionele taal te spreken als de mensen die vinden dat de beste eenheid van organisatie ik in mijn eentje is. Of die persoon in zijn eentje. En dat is de metafoor of de analogie of het beeld van de eenzame wolf. En hij zei van, ja, weet je, de eerlijkheid is, het wordt economisch gezien en politiek en misschien zelfs militair gezien, wordt het gewoon winter. In de wereld en voor Europa. En natuurlijk zijn alle inwoners van Europa en alle Europese landen zijn een soort lone wolves. Die vinden het lekkerst om in hun eentje te fourageren, aan de gang te gaan en te jagen. Maar als het echt koud wordt, dan overleef je het in je eentje niet. En het wordt koud en we moeten durven zeggen dat die bedreiging die komt van buiten. Die komt niet van binnen Europa. Daniel, nou kan jij, je wordt minister van Digitale Zaken of op Europees niveau. Wat ga je doen als je dat kon zijn? Ja, nou, ik vind eerlijk gezegd, ik vind die Margrethe Vestager, dat vind ik wel echt een absolute held. Ik denk dat in Europa is er, en ik vind het ook heel mooi hoe Nederland de afgelopen jaren, en dat moet ik ook even een naam noemen, Maarten Kamps, de voormalige SG van Economische Zaken, heeft ongelooflijk veel goeds gedaan om ook politiek en bij het ministerie, denk ik, de kennis over dit domein sterk te vergroten. Hij is nu weg, hij is nu volgens mij directeur bij het UVV. Maar hij heeft dat 7-8 jaar gedaan als SG, als ik me niet vergis. Maar ongelooflijk belangrijk geweest. Maar Nederland is nu bij Duitsland en Frankrijk aangesloten en steunen een heel sterk Europees beleid om, zeker op digitale vlak, te zorgen dat niet de vanzelfsprekende monopolie-monopsonie-combinatie, dat we daar beter over nadenken, dat we echt heel actief aan het nadenken, wat kunnen we daar nou tegen doen. Ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Ik hoorde een keer een hoogleraar iets heel verstandigs zeggen, Jehoven, hoogleraar uit Tilburg, als ik me niet vergis, die zei, je zou in ieder geval moeten zorgen, echt jaar geleden was dat al, dat de data die operating system type companies gebruiken om naar nieuwe markten te gaan. En dus naar die overstap te maken van search naar kaart en van kaart naar mobiliteit en van search naar operating system en dan naar je hele leven in feite kunnen bestuderen en dat kunnen uitbaten. Daar zou je een level playing field van moeten maken door, als zij bijvoorbeeld zeggen, wij gaan in de markt van identiteitsdiensten, dat iedere andere bedenker van algoritme of toepassing in de identiteitsdiensten dan over dezelfde informatie mag beschikken als die partijen. Nou, ik vind hem conceptueel heel goed. Ik vraag me af of dat iets is wat we vanuit een privacy optiek goed en snel rondkrijgen en zo snel uitvoerbaar krijgen dat enorme voordeel wat die systeempartijen daar hebben, dan ook echt tot een level playing field wordt omgebogen. Die Digital Service Act die we nu hebben, Digital Market Act, vind je dat voldoende? Is het een goed begin? Nou, weet je, het gaat nu. Ik ben zo blij dat er in ieder geval nu consensus is dat we hier iets aan moeten doen. Want dat was echt een paar jaar geleden nog niet zo. Dat was de Fransen en die werden dan ook een beetje
een soort meewarig een beetje achterdochtig aangekeken van de Fransen zijn altijd overal tegen. En de Duitsers misschien, maar die zijn het getraumatiseerd nog vanuit de Tweede Wereldoorlog en willen dus geen machtige bedrijven hebben en überhaupt geen organen met macht. Dus dat zijn eigenlijk twee gekken. Het was echt letterlijk in Nederland wat de houding was van wij zijn voor de vrije transatlantische en globale dingen. Dat is nu echt veranderd en Vestager heeft met haar team daar ongelooflijk goed werk gedaan. Ik denk de journalisten moeten we ook niet uitvlakken. Er is ongelooflijk veel hierover geschreven. Impuls van de World Economic Forum een paar jaar geleden heeft enorm bijgedragen dat dit op de agenda is gekomen. En dat het langzaam gaat, te langzaam. En dat ook dat weer een teken is van dat het nodig is dat we in Europa veel meer durven de macht af te staan aan degene die dan voor ons de agency heeft om het gewoon voor ons te regelen. Zoals geen enkel land dat in zijn eentje kan. Dat is gewoon de Europese Commissie, dat is op het niveau van Europa. Of je nou houdt van afhankelijkheid of niet. Niemand houdt van afhankelijkheid, ik ook niet. Maar ik zie geen andere manier om dit soort dingen te regelen. Ik vind knap dat er al wat pogingen zijn gedaan. Ik denk dat je uiteindelijk nog veel harder met een soort oude definitie van markten moet gaan zeggen, een partij die een natuurlijk monopolie heeft verworven en een monopsonie in markt 1, op basis van digitale netwerkeffecten, die moet door heel veel hoepels springen en die mag niet zomaar daarmee een nieuwe markt in. Ik vind een voorbeeld echt op het moment dat je, voor mij is uitgetekend dat betalen, wat nu een enorme, van historisch door de banken wordt gedaan. We zijn allemaal klanten van banken en betalen ze, we hebben misschien een creditcard, maar het is voor mij uitgetekend dat het hele online betalen, dat wordt over een jaar of 10, 20, is dat een dienst van de grote platformpartijen. Ja. Die financiële specialisten die we er nu tussen hebben zitten, en zeker de oude consumentenbanken, die gaan daar geen rol mee spelen. Nou, dit is een ontwikkeling waarvan ik denk dat is totaal niet nodig, dat ook zoiets, zo'n utility, zo'n nutsvoorziening als betalen, ook weer het natuurlijk monopolie wordt en wordt toegevoegd. En dat zijn wel de kaders die ik bedoel. Waarom zou je daar niet extra drempels op leggen? Waarom zou je daar niet eerst proberen om een sterke Europese oplossing te forceren, voordat je zegt, ja, die grote Amerikanen of die grote Chinese partijen, die hebben al zoveel om dat aan te jagen. Laat die markt maar winnen en dan zien we daarna wel weer verder. Je maakt je zorgen, maar je bent ook optimistisch. Denk je dat het nog kan? Ik denk dat het nog een paar jaar kan. Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om wat ik net schetste. Ik denk dat wij zijn allemaal, we houden niet van ruzie en we houden ook niet van oneerlijke dingen doen. En ik denk als je te lang wacht met de regels veranderen, dan wordt het gezien als straf. Dan wordt het gezien als een oorlogsverklaring. En dan is de afhankelijkheid ook al zo groot dat het met enorme collateral damage gepaard gaat om dan nog in te grijpen. Terwijl als je nu de piketpalen goed uitzet. Ik moest vroeger altijd lachen toen Microsoft een boete kreeg omdat zij ergens in 96 of zo, toen het internet opkwam en de grafische interfaces opkwamen, toen hadden zij een media player, zodat die filmpjes en die geluidjes die mensen elkaar stuurden, dat je die kon afspelen vanuit Windows. Daar hebben ze volgens mij een boete van miljarden gekregen, omdat ze die standaard hadden gebundeld met het operating system. En dat ging alleen maar over het bedienen van je computer, hè? Voor de rest nog over helemaal niks. Ja, inmiddels hebben we partijen die in allerlei markten actief zijn, bezig zijn, health dossiers, superieure health dossiers, een alternatief voor wetenschappelijke uitgevers, weet ik dan toevallig. Het is wel confronterend dat je dit zegt. En al dat soort partijen. En niemand zegt van, is dat niet een beetje gek? Iedereen zegt alleen maar van, ja, is eigenlijk wel een handige innovatie. Is wel fijn dat ze dat doen. Maar daarmee zijn die partijen dus overal met iedereen aan het concurreren. En ze zullen winnen, behalve als iemand daar een. Ja, maar het is heel goed dat je dit perspectief geeft. En ik heb ook wat rondgevraagd. Hè? Ja. Ik bedoel, ik doe dat voor elke podcastaflevering. Ik ga met Daniel Ropers praten over Operating Systems of Life. En de vraag die dan toch opkomt is, mensen zien jou natuurlijk ook als visionair. Wat kan dit nog gedisrupt worden? Wat wordt de volgende grote disruptie? Wat is de next big thing in de markten? Over 5 tot 10 jaar. Want je kunt dit natuurlijk doortrekken, maar zit daar nog een disruptiemogelijkheid tussen? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat de disruptie moet eigenlijk, de enige die de agency heeft om disruptie te creëren is de overheid. Dus de enige die de instrumenten heeft en wiens rol het eigenlijk ook is om te zeggen, hey, we grijpen hierin, want het gaat op de lange termijn echt niet goed. We moeten ingrijpen. Dat is de overheid. Individuele bedrijven gaan hier niks tegen kunnen beginnen. Want als jij nu iets bedenkt wat eigenlijk, even een plat voorbeeld, maar het illustreert even het punt. Als jij en ik nu blijken een beter zoekalgoritme te hebben,
bedacht dan Google. Gewoon de harde technische kern van het zoekalgoritme. Dat gaat toch nooit waarde hebben in de wereld? Want zolang jij niet oneindig veel gebruikers hebt... en zolang je niet oneindig veel partijen hebt die graag gevonden willen worden... en zich al hebben aangepast aan dat zoekalgoritme... gaat dat algoritme nooit... Ja, het gaat het levenslicht wel zien, we hebben hem gemaakt... maar die gaat nooit waarde hebben, want die gaat nooit toegepast worden. Want het loont niet om over te stappen van het oude naar het nieuwe... als iedereen op het oude zit. En op diezelfde manier zie ik niet hoe een nieuwe partij... in een significant stuk van de markt waar die partijen zich aan hebben genesteld... nog succesvol dat kan winnen tegen die grote systeempartijen... behalve als ze hulp krijgen. Op iets kleinere schaal heb je natuurlijk Shopify... Wat toch het netwerkeffect van het tweezijdig netwerk van Amazon toch flink aanvalt? Nee, ik denk het zijn zeg maar, voorbeelden dat er altijd nog wel ergens iets te creëren is tussentijds. Maar het overtuigt me niet ervan dat het uiteindelijk dat zo de e-commerce zal worden georganiseerd. Maar even, begrijp me niet verkeerd, want het is wel een mooi bruggetje terug naar de start van ons gesprek. Ik was natuurlijk jarenlang zelf ook bezig. Om een platform te maken van bol.com. Dus van zelf proberen de beste winkel te zijn... naar een platform bieden voor iedereen die wat goeds te bieden heeft. Dus eigenlijk lijkt het een beetje gek dat ik hier nu zit... en een dystopisch verhaal vertel van de macht van de wereldwijde platformpartijen. Maar daar zit ook precies de crux. Ik ben helemaal niet tegen het ontwikkelen van platformen. Ik denk dat er heel veel waarde ontstaat. Hè. De winkeliers die... ergens goed in zijn, die kennis hebben of een bepaald assortiment of een bepaalde locatie. Ja, het is eigenlijk zonde dat zij zoveel andere dingen nog moeten doen, historisch, om dan dat voordeel wat ze hebben te verwaarden. En dan kan zo'n platform enorm waardevol zijn. Iemand die de kennis heeft, brengt alleen de kennis in. Iemand die een bepaalde levenlijn heeft, brengt dat in. Iemand die een bepaalde service kan bieden, brengt dat in. En dat wordt opgenomen in het platform, in het netwerk en wordt optimaal aangeboden aan de consument, optimaal verwaard met zo min mogelijk waste. Ik denk dat het een briljante stap voorwaarts is en ook hele grote bijdrage dat er veel meer pluriformiteit gaat blijven in het Nederlandse en het Belgische winkellandschap. Maar het verschil is dat dit een lokaal platform is, waarbij door alles wat er goed is in een land aan elkaar te rijgen op een efficiënte manier, dat winkelen ook een lokaal feestje blijft. Wat betekent dat de mensen die klant zijn, consument zijn, ook de mensen zijn die een baan hebben, hè, die geld verdienen als medewerker van een economie, want dat geld in de economie blijft. Ja, stel je voor dat het platform zou bestaan uit allemaal winkelaanbod van allerlei buitenlandse of zelfs buiten-Europese winkeliers. Stel je voor dat wij als consumenten allemaal daar zouden gaan kopen. Dat betekent dus dat die enorme bedrijfstak die retail is, de grootste werkgever van Nederland is de retail, de enorme waarde die daar wordt gecreëerd en die dus als salaris voor een belangrijk deel wordt uitbetaald aan mensen die gewoon Nederlander zijn, dat geld allemaal weg zou lekken. Dus ons spaargeld, ons inkomen wat we nu nog verdienen, dan uitgeven en dat verdwijnt in het buitenland, komt nooit meer terug. Ja, dat kan gewoon niet, dat kan niet blijven bestaan. Dat wordt zo'n negatieve spiraal. Dus ik ben zeer voor platformen. Ik denk dat Europa de schaal heeft om dat te maken. Voor winkelen denk ik zelfs dat Nederland de schaal heeft om alles goed aan elkaar te koppelen en te zorgen dat de consument het aan niets ontbreekt. Enorme stap vooruit in ons van wat we gewend zijn. Maar waar ik voor pleit is dat we in ieder geval veel bewuster omgaan en proberen een harde grens te trekken bij op het moment dat dat handelssurplus, die waarde weglekt naar partijen waar we niets over te vertellen hebben en die uiteindelijk niet genoeg waarde in Europa laten. Ja, dat is duidelijk je betoog, Daniel. En stel ik, je bent nu manager, ondernemer. Ja. Wat moet je doen? Waar moet je op letten? Wat is jouw advies? Nou, ik zou sowieso is het denk ik goed om zelf na te denken, wat is jouw toegevoegde waarde? Hè? En niet alleen te denken, waar kan ik nog een beetje daarvan verwaarden? Net zoals iedere consument een rol heeft en een bijdrage levert aan de vraag wie gaat er winnen en hoe gaat de wereld eruit zien, is dat voor ondernemers ook waar. Ik heb me vroeger altijd geërgerd, dat doe ik nu natuurlijk niet meer, want ik zit nu meer bij bol.com. Maar mensen die zeiden, het maakt voor ons toch niet uit of we ons bij bol.com aansluiten of bij Amazon. Ja, dat maakt wel uit. Want als je bij Amazon aansluit, dan maak je het Amazon aanbod completer door het Nederlands stukje wat er ontbreekt toe te voegen. Daarmee wordt voor consumenten iets aantrekkelijker. En is het nadeel wat Amazon heeft, doordat ze het Duitse aanbod naar Nederland brengen, wordt dan opgeheven omdat jij jouw aanbod op Amazon brengt. Terwijl je dat wat jij goed doet wel moet delen met alle Duitse winkeliers. Hè, of die Nederlandse vraag. Dat wil zeggen, jij gaat bijna niet vooruit. Ik denk dat het reflex om niet te willen samenwerken met je buurman, dat is iets waar je als ondernemer
echt heel goed over moet nadenken of dat wel klopt. Want het is niet zo dat die grote krachten, als ze er eenmaal zijn, ja, dan kun je er niks meer tegen doen. Dan is van, ja, maar iedereen zit erop, dus ik ben lief van mijn eigen portemonnee als ik ook niet ook op ga. Maar het is zo gek dat we net zo lang niet gecoördineerd samenwerken, tot iets van buiten ineens de norm is geworden en dan gaan we daarin in meezwemmen. Dat hoeft helemaal niet. Dus ik pleit zeer voor bewust je stem uitbrengen, je laten horen, bereid zijn om mee te werken, samen te werken in Europa, in Nederland aan initiatieven om de platformvoordelen hier te creëren. En die aan onze klanten aan te bieden, die met elkaar te gaan delen en met elkaar te creëren. Ik denk dat dat echt iets is waar iedereen voor zichzelf kan nadenken. Wat zijn nou de voorbeelden in mijn industrie, voor mijn bedrijf, waar dat eigenlijk voorrang zou moeten krijgen. Boven het alles alleen willen doen of uiteindelijk wachten en denken, nou ja, Google gaat niet meer weg, Amazon gaat niet meer weg, Facebook gaat niet meer weg, Alibaba gaat niet meer weg. Dan uit armoede ga ik toch mijn spullen daar ook maar opzetten en kijken en dan toch met hen ook samenwerken. Oké. Daniel, dank je wel voor je wake-up call en je hartstochtelijke pleidooi voor samenwerking. Dank je wel. Graag gedaan en dank. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.